Hey ploppertjes, long time no see. Of hier tenminste. Ik heb het momenteel heel druk met teksten lezen voor school en papers schrijven. En stage op zich ook, dus veel tijd voor lezen is er momenteel niet. Maar ik heb gisteravond tijdens mijn pauze me toch aan deze bundel gezet. Het is een proza bundel. Sorry, van Stéphanie Tordoire. En deze heet Dit is geen noodkreet. Ik wil beginnen met zeggen hoe moedig dat ik het vind om een proza bundel in eigen beheer uit te geven. Ik denk dat ze momenteel ook aan de derde druk zit. Dus ik raad zeker aan om haar te steunen. Ik ga wel al de informatie in de caption zetten ook. Kost €5 plus een verzendingskost. Maar het is eigenlijk een proza bundel die gaat over het intieme van de relatie van een mens met zijn of haar of hun eigen lichaam. En hier krijgen we eigenlijk een inzage in wat er zich in de geest afspeelt van iemand met een eetstoornis. Het is eigenlijk een heel intiem boekje. Een integer boek ook van iemand die haar moeilijkheden neerpent. Maar dat eigenlijk doet aangevuld met hele mooie illustraties die bijna allemaal, of allemaal denk ik, lichamen zijn. Met een beetje een heel moderne twist zo, met wat flashy kleuren bij. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Maar zij is natuurlijk meer dan dat. Zij is meer dan haar eetstoornis. Je kan zeker een keer haar Instagram checken. Ze maakt ook heel mooie kunst met schilderijen dat ze koopt in de kringloopwinkel, waar ze dan teksten op zet. Maakt ook poëzie op maat, wat ik eigenlijk altijd heel erg mooi vind. De stukjes dat ze deelt, tenminste op Instagram, toch? En ik ga misschien ook gewoon een klein stukje voorlezen dat ik heel treffend vond in haar bundel. Dus het is het deeltje helend. Er zijn 4 hoofdstukjes en ze beginnen allemaal met een H. En dat is het derde hoofdstuk, helend. Zoek haastig woorden die de brokken in mijn verwoesten kunnen lijmen. Het breken te vlot om het genezen bij te houden. Zeg met veel verbloemen, leugens produceer ik snel, dat het ondertussen al lang en allemaal, wees gerust, beter werd. Dat mijn helen verder suddert, dat terugvallen geen optie is. Mijn hart applaudisseert en beschuldigt in dezelfde rake klappen, wanneer ze de onzin scheutig slikken, die ik gemaakt, zelfzeker met een houden randje voorzichtig voor hun voeten leg. Crisis vermeden, leugens verteld. Achter dunne, doorzichtige, gemakkelijk te doorprikken schermen, weer wat meer holle haat over mijn lichaam in kunde kunnen smeren. Maar gelukkig gelooft de wereld wel dat ik nu veel beter ben. En dat is de illustratie die erbij zit. Ze zijn allemaal in die stijl getekend of geschilderd. En ik vind ze heel mooi. Ze passen heel mooi bij de gedichten. En lichamen, hoofden. Ik vind het echt een prachtige bundel. Heel klein, maar wel noodzakelijk. Ergens als ervaringsdeskundige in de eetstoornissen. En het effect dat het schrijven kan hebben daarop. Spreken is natuurlijk ook belangrijker over, maar schrijven kan denk ik ook nog een andere dimensie geven. Omdat het ook met je lichaam doet. En in die zin denk ik dat het wel heel nuttig is dat je haar ook steunt, omdat ze zo kan blijven schrijven. En ik denk dat dat wel goed is, of goed kan zijn tenminste. Dus check het zeker uit. Ik ga de informatie in de caption steken. En als het je wel interesseert, het is heel dun. Het kost echt niet veel en je steunt er onafhankelijke auteurs mee. Dankjewel, fijn weekend!